Hey kijkers van mijn aflevering, welkom terug bij Color Chambers, de custom map waar we mee bezig waren. Ik heb wel super veel zin om verder te parcouren. En waarschijnlijk gaan we deze parcours map ook afmaken, deze aflevering. Want, oh shit, oh my god, dat was best wel close al gelijk. Maar waarschijnlijk gaan we ook nog afmaken, dat is het coole hiervan, oh my god. En, want zeg maar, we hebben namelijk echt al bijna drie kwart van de map hebben we gecleared in de eerste afleveringen. Oh, goddammit. Nu worden de mappen ook steeds moeilijker, dus ze zullen ook waarschijnlijk langer bezig zijn. Dus op zich zou het best wel heel erg kunnen af. Goddammit. Zou het best wel heel erg kunnen dat we dit in twee afleveringen af kunnen maken. Dat zou best wel cool zijn. Maar ja, oh my god. Ja, nee. Dit is lastig, joh. Maar jongens, op het moment dat jullie dit zien, dus zaterdag... Oh, goddammit. Tomme. Right. Dus zaterdag ben ik bij de Dutch YouTube Gathering. Ik weet niet hoeveel van jullie daar ook echt daar zijn. Maar weet je, ik ben er in ieder geval... Godsamme. Oh nee, dit is verschrikkelijk irritant. Maar ik ben in ieder geval bij de Gathering. Dus ik ben eigenlijk op het moment dat dit online komt niet thuis. Ik ben in Utrecht. En dan ben ik op een meeting met allemaal andere mensen. Ben ik jullie ontmoeten eigenlijk. Jullie aan ontmoeten, of in ieder geval heel veel van jullie... Serieus? Valde ik nou serieus daar? Come on, like... Maar ja, ik ben dus op een meeting, de Dutch YouTube Gathering. Als je het niet kent, zoek even DYTG in Google of whatever. En je vindt en je krijgt uitgelegd wat het is. Oh my god, dit is zo verschrikkelijk nasty. En we hadden hem net al bijna. Dus dit is... heel naar. Maar ja, in ieder geval, ik ben dus bij die meeting. Dit is... holy shit. Dit is echt heel vermoeiend. Oh, come on. Ik heb hem net 5 keer gehaald, bro. Hoe kan ik hem nu niet halen? Wat is dit? Oh my god. Oké, wacht. Ik ga even meer vooruit kijken. Misschien dat helpt. Ja, dat helpt. Oké. Ik hoorde je trouwens dat ik heel erg op mijn spatie drukte. Dat is echt niet normaal. Oh, yes. Oh my... Wat? Nee! Huh? What the fuck? Was dat? Ik was daar... Nee! Ik stond op de checkpoint. What the fuck? Alright. Maar waarom... Dude, waarom als je daar geen checkpoint... Waarom staat er checkpoint als het geen checkpoint is? Of als hij niet werkt? Like, dat is heel erg frustrerend. Ik ga dadelijk gewoon cheaten hoor, want ik heb hem net al gehaald. Oh ja, fuck it. Ik ga het nu nog even proberen en als ik... Oké, here we go. Niks gebeurd, jongens. Ik heb niet gecheat. Ik had hem alleen al gehaald. Dus daarom was ik een beetje mad. En het is een frustrerend stukje. Dus ja. Oh god. Oh god. Oké. Ladder jumps, jongens. Oh my god. The beste shit ever. Oh yeah. Nog een checkpoint. We're on a roll. Nu gaat het een stuk beter. Oh god. Ik moest ook nog even inkomen. Oh. Dit zijn de muurjumps. Oeh. Dat ging lekker. Oh. Ja. Oh, sad story. Ja, in ieder geval, we hadden een checkpoint, dus dat is goed. Maar ja, in ieder geval, wat ik vandaag trouwens ga doen. Want het is vandaag vrijdag, wanneer... Ja, het is vrijdag, oh mijn god, dat ik dat niet weet. Het is vandaag vrijdag dat ik het opneem. Ik ga namelijk vandaag heel veel inkopen doen. Ik heb hier namelijk een klapblokje. Heel groot klapblok eigenlijk. Heb ik hier liggen met allemaal dingetjes die ik nodig heb nog voor de gathering. Dus ik moet dadelijk even naar de winkels. Ik ga vanmiddag, deze middag, ga ik nog livestreamen. Volgens mij kan ik toch gewoon zo... Ja, je kan gewoon zo jumpen, oké. Maar ik ga deze middag ga ik ook nog livestreamen van vrijdag. Dus waarschijnlijk heb je die livestream al lang gezien. Want dit komt later online dan... Fucking hell. Dit komt later online dan de livestream. Maar ja, in ieder geval, dat weten jullie allemaal. Ah, fuck. Ah, goddammit. Ik krijg ook geen regeneration meer ofzo. Like, ik heb geen regen meer. Dit is heel gay. Want, oh my god. Nu ga ik dood. Wacht, wat gebeurt als ik dood ga? Respawn. Nee! Dit meen je! Oh my god! Dit... Fuck, dude. Je map is slecht. Nee, grapje, hij is best goed. Maar ik krijg geen regen meer. Dat is heel raar. 2, there we go. En nu hebben we wel regeneration. Gek genoeg. Ik weet niet hoe dat kan, maar ik had blijkbaar waarschijnlijk iets fout gedaan door in game mode 0 te gaan. I don't know. Maar ja, dat is het waarschijnlijk wel fout. Oh my god. Wacht, hè? Huh? Oh, ik heb hem. Ik heb de checkpoint. Yay. Oh, chill. Oh god. Oh god. We doen dit stukje trouwens. Oh nee. Nee. Dit doe ik goed. Ik had niet...
te ver achteruit. Oké. Nee, dat zijn nare jumps, joh. Dat zijn echt hele nare jumps. Alright, here we go. There we go. En zo, en zo, en zo, en zo, en zo, en zo. Nee, ik moet hem niet speedrunnen. Ik probeer hem te speedrunnen. Dat probeer ik altijd, zeg maar. Parcours, het is te makkelijk, maar... Of het is niet te makkelijk, laat ik het niet zo zeggen, want ik faal er keihard in. Maar ik bedoel, zeg maar, soms vind ik parcours er denk ik te simpel over en dan ga ik het proberen te speedrunnen. En dan gaat het juist fout, want dat heb je sowieso met eigenlijk alles wel. Als je iets te snel wilt, dan gaat het fout. Dus, oh shit. Fuck dicks! Alright, dan ga ik hier gewoon afspringen, want dan ben ik hier. Anders moest ik weer een stukje extra parcouren. Alright, nou, we hadden hem bijna gehaald. Dat is de... Oh, fucking hell. Oké, wacht. En dan zo. En dan... Oké, deze jump gaan we niet falen. Maar, hoe heet het? Eigenlijk heeft natuurlijk heel veel redstone die doet. En ik vraag me dan af, hoe kan het dat hij alleen potion effects geeft op mensen... Oké, cool. Maar, hoe heet het? Dat het alleen werkt op mensen in Game Mode 2. Die gaan nu trouwens naar super hard. Dit is best wel... Oh shit, wat de fuck zag ik daar? Ik zag iets heel raars. Alright, cool. Maar, hoe heet het? Het is in ieder geval zo dat dat alleen maar effect heeft op mensen in Game Mode 2. Dat vind ik raar, want... Zullen we je zo zeggen naar de nearest player of whatever. Ik weet niet hoe die dat doet met redstone. Oh, snap. Oké, ik heb dit gehaald. Maar, what the fuck, hoe moet je dit doen? Oh my god, oké. We hebben in ieder geval een checkpoint, dus dat is fijn. Oh yeah. En dan, oh yeah. En dan... Oh, snap. Oké, wacht. Nee! Had ik de checkpoint? Nee. Oh, fuck my life. Alright. Oh, snit. 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 Alright, there we go. Oh, dan moet je waarschijnlijk zo. Oh, fuck. Nee, hoe moet je dat doen? Nee, dat weet ik serieus legit niet. Van hoe de fuck je dat aan moet pakken. Oh, fuck. Oké. Oh my god. Oh my god. Yes. Yes. En dan moet je waarschijnlijk helemaal zo. Oh my god, hoe raak je dat checkpoint ding aan? Ik heb geen idee, want zeg maar, kijk. Hier zit dan ook fences. Dus ik weet niet of je hier dan uit moet springen of omheen. I don't know. Maar waarschijnlijk is deze parcours gewoon echt onmogelijk. Ik ga even in game mode 1. Fuck you. Oh shit. Oh shit. Slash game mode 1. There we go. Gaan we heel eventjes cheaten, want anders komen we echt niet verder. Want ik heb geen flauw idee hoe je dit moet doen. Oh ja, wacht. Game mode 2. Voor het geval dat het fout gaat. Ja, hier moet je dus zo omheen. Gast. Dat is echt niet te doen. Dat is echt niet te doen. Hoe wil je dat doen? Dus je hebt geen speed. Hoe de fuck is dat mogelijk als je geen speed hebt? Dude. Oh my god. Alright, weet je wat? Fuck deze map. Hij is veel te moeilijk. We gaan gewoon naar de lobby. There we go. En we hebben de map gehaald. Laat ik het in ieder geval zo zeggen. Ik ga die ultra hard of die super hard ga ik echt niet finishen. Dat is veel te moeilijk voor mij. Dus jongens, ik bedank jullie voor het kijken naar deze korte serie. Als jij wil dat ik nog een custom map ga spelen, druk dan even op een duim omhoog en laat dat weten in de reacties. Dan doe ik er misschien nog wel wat mee. Dus ja jongens, bedankt voor het kijken naar deze serie. I don't know. En ja, ik zie jullie hopelijk de volgende keer. Peace out.